Ik ben ontzettend blij met deze award. Ik vind het leuk dat papa heeft gewonnen. Het was een heel plezante avond, denk ik, voor iedereen, voor alle vier de kandidaten. Ik kan uiteraard maar eentje winnen. Oh, dat is fantastisch natuurlijk. Hè. Het is eigenlijk een hele lofrede over de vier bedrijven. Dat is heel plezant. Het is echt een rollercoaster geweest vandaag van emoties. Het hangt eigenlijk af van dit soort mensen dat we een boost krijgen in onze economie. Hè. Mij kan het een zak schelen, ja. Ik denk dat we mensen nodig hebben in Limburg die durven ondernemen, die durven innoveren en durven te investeren in deze zeer moeilijke economische tijd in deze regio. Dus we hebben net die jonge mensen nodig die het verschil kunnen maken. Ik denk dat het een groot succes was. We hadden meer dan 1000 aanwezigen. En mooie laureaten en een prachtige winnaar. Het is een top-event, gelijk elk jaar opnieuw. We zijn als stadsbestuur in Hasselt ook heel fier dat we dit mogen huisvesten al zoveel jaren op een rij. Wel, het is een mooie avond, een mooie winnaar ook. Een voorbeeld voor jong ondernemerschap. Het is een goed voorbeeld. Op die manier in de picture zetten, denk ik, dat ondernemerschap kan aanzwengelen. JCI slaagt er altijd in om heel veel mensen te mobiliseren. Mensen die beweren dat ondernemerschap in Limburg niet bestaat of dat er op een laag pitje staat, die moeten hier toch maar eens komen kijken.